Ik vind alleen dat etiketje er al niet zo leuk. Maar nou is die veel leuker. We gaan een rondreisje maken over het eiland Karpathos. Rijdt u even met ons mee? We zijn nu in Amopi aangekomen. Hier is verder niet veel te beleven, hoofdzakelijk het strand. We zijn nu onderweg naar Aperi. Aperi. You speak English. We kijken even rond in het dorpje Vorales. Van het leuke dorpje Vorales. Voor ons ligt nu het paasje auto's wat we zo gaan bezoeken. Ook een klein dorpje. We zijn nu onderweg naar het strand van Lefkos. Het is hier weer wat ruim. Op de derde dag hebben we de auto omgeruild. Die oude Citroën was niet mee te sturen. En dit is weer een leuke auto. Nou, dit is dan Lefkos Beach. Lijstreuntje erbij. We'll be right back.
ruim voor dadelijk te snijpen. Snijpel de snijpel. Je wolf is geluiden, maakt hij. We zijn nu onderweg naar Metsegoria. Chinese muur. Lijkt me sterk hier ook uit. We zijn nu in het dorpje Menetes. Hier is de grootste kerk van het eiland. We zijn binnen geworden door een paar kleine jongetjes in het museum. Die hebben alle muntjes van me afhandeld. Watchie. De klok van Menetes. In de badplaats Akasa, klein plaatsje. We gaan even kijken bij Arios Sophia. De beroemde viaduct van Akasa, de Romeinse stijl. Zoals de Romeinen vroeger aquaduct van Akasa. We staan nu bij Mozes. Zijn jullie?
Tegen die dijk. Dan gaan we even kijken. Allemaal dingen die ze hier gevonden hebben. Wat hier tussen de berggeiten. Die een cool plekje gaan zoeken. Aan de rand van de zee. Daar ben ik af. Het is een spelonken. Het zal wel een natuurverschijnsel zijn. Alhoewel die rechten. Het lijkt dat ze zijn uitgehold. Ik zag het niet zo zitten om mee te gaan. Die staat beneden gebleven. Bijhalen. Nou, die grot was ik gered. Hier vandaan zijn in de Tweede Wereldoorlog. Zes schippers de zee opgegaan met een bootje en teruggekomen met twee Engelse torpedojagers. Het vissersdorpje telt 25 inwoners, waarvan dit er één is. Dit is een monument van die zes vissers die zo dapper waren om de Engelsen hier naartoe te halen. Is het kerkje waar zondags de Finikezen naartoe gaan om hun geloof te betuigen. Dat is geen Finikezen, dat is gewoon riet die een breukje daar mee. Hier is een warm waterbron of een waterbron. Kerk. En een klopje. Van Beerpis. Ziet er goed uit.